Dames en heren, welkom bij de vijfde uitzending van de Show Vlogs. Vandaag heb ik weer een hele speciale gast, helemaal uit België. Ik zal hem even voorstellen, Jair Prior. Prior eigenlijk, Jair, klopt dat? Ik spreek het goed uit. Hey Jair, welkom. Dank u wel. Hoe is het met je? Gaat prima met u. Ja, je hebt een goed weekend achter de rug. Heb je nog een wedstrijd gespeeld? Ja, ik heb maandag gespeeld. We hebben gewoon lekker 4-1 gewonnen. Heerlijk toch? Tegen wie heb je gespeeld? Wat zei je? Tegen wie heb je gespeeld? Lierse. Lierse. Voor de duidelijkheid, dames en heren, Lierse SK, hè? Ja, yes. Voor de duidelijkheid, dames en heren, Jair speelt in België voor de voor SK Lommel SK. Welk elftal speel je, Jair? Oh, ik speel bij Lommel SK. Onder 23 en ook bij het eerste. Ja, zo op de bank en ja, dat is het. Kijk, mooi man, mooi. Jair, je bent inmiddels 17 jaar. Je bent geboren in Suriname. Je speelde in de jeugd bij SV Transvaal. En dus momenteel, zoals we net al hebben aangegeven, speel je bij Lommel SK in België. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Ik speelde vanaf mijn vierde bij Transvaal en op mijn 13e wilden mijn ouders naar het buitenland komen voor een, ja, zeg maar een betere toekomst. Dus ik verhuisde naar hier en ja, toen we waren hier thuis en we waren naar Lommel SK toegegaan, zijn naar daar gegaan en mijn mama vroeg gewoon aan die trainer als ik misschien mag inschrijven. En die trainer, ja, hij wou niet. Want hij dacht dat ik niet kon voetballen. En toen, mijn mama zei tegen hem, geef hem maar een kans en hij laat zien wat hij kan. Toen zei die trainer, oké. En toen, ik heb 2 dagen getraind met hun. En opeens, we hadden een oefenwedstrijd en ik scoorde 4. En na die wedstrijd, belden hun mijn papa, lijk in kamer, alles. En zo ging het, dus het ging allemaal snel. De rest was geschiedenis. Mooi gelopen, man. Dat is echt... Die overtuiging van je ouders, ja, die zie ik ook in jou terug. Als ik kijk naar jou, de wedstrijd die je speelt, wat je uitstraalt. Ik vind het mooi om te zien, man. Zit een verhaal achter en je bent gewoon wel overtuigend. Ik heb dan een vraag. Hoe groot is het verschil eigenlijk tussen Lommel SK en Transvaal? Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de voorbereiding alleen op een wedstrijddag. Want je hebt dus bij Transvaal gespeeld in de jeugd en nu dus bij Lommel SK. Is er een groot verschil qua voorbereiding? Ja, ik zou het niet echt een groot verschil noemen, maar er zijn wel dingen, bepaalde dingen die wel verschillen. Bijvoorbeeld, als we een wedstrijd hebben, we moeten 8:30 op de club zijn, daarna met z'n allen lunchen en daarna, ja, daarna wie in de fitness wilt, ja, mag gaan opwarmen, alles gewoon losmaken voor de wedstrijd. En daarna mogen wij terug naar huis en dan komen wij op de tijd dat ze ons hebben gegeven, dat wij daar eigenlijk moesten zijn. En ja, zo met elkaar gesprekken, dus het is allemaal anders. Oké. Hey, in 2020 werd Lommel SK werd overgenomen door de City Football Group, Manchester City. Dat heb je natuurlijk allemaal meegemaakt. Welke indruk heeft dat op jou gemaakt eigenlijk? Ja, het heeft een hele leuke indruk op mij gemaakt, omdat ja, als jonge speler had ik altijd een droom gehad om bij Manchester City te spelen. Dus toen ik dat hoorde was ik heel blij. Dus ik dacht, ja, de kans is nog, ja, groter voor mij om daar aan te sluiten. Dus het was allemaal prachtig. Dat is een jongensdroom natuurlijk. Want je werd eigenlijk meteen met de komst van de toenmalige nieuwe hoofdtrainer. Hij is er nog steeds, Steve Bolt. Je werd meteen meegenomen in juli van dit jaar voor een trainingskamp in Manchester. Kun je iets vertellen over Steve Bolt? En kijk, Steve Bolt is eigenlijk, hij staat bekend als een Arsenal clublegende. Klopt, ja. Wat heb je zoal van hem geleerd? Ja, ik heb natuurlijk heel veel van hem geleerd in die korte tijd. Omdat ik een van de jongsten daar in de groep was. En ja, hij had het vaak met mij over hoe ik mezelf moet zijn. In grote wedstrijden, gewoon lekker mijn ding doen. En gewoon, hij was altijd positief, dus... Dat is een hele goede man. Natuurlijk heeft hij ook jeugdspelers als Bukayo Saka getraind. En ja, het is leuk om met hem te werken. Ja,
mooi man. Ik vind het ook heel mooi dat je er heel nuchter onder bent. Zelf, toen ik jouw leeftijd had, keek ik er als fan naar hoe hij speelde. En hij is nu jouw trainer. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Je proeft waarschijnlijk natuurlijk ook de ervaring wat hij allemaal op jullie overbrengt. Dus ik vind het wel mooi dat je daar zelf heel nuchter in staat. Maar inmiddels heb je dus ook je debuut gemaakt voor het eerste van Lommel SK. Was het verschil met de onder 23 vrij groot of kon je het niveau wel redelijk makkelijk aan? Natuurlijk is er een verschil tussen die twee. Omdat ja, je gaat nu met mannen spelen boven jouw leeftijd. Maar ik kon het gewoon makkelijk aan, omdat ik speel zonder druk, ik doe gewoon mijn ding. En ja, voelde gewoon goed aan. Op het moment dat ik Ja. op het veld was, was het alleen van go, fucking shine. Dus. Over het maken van een debuut gesproken. Je hebt ook als 12-jarige je debuut gemaakt voor Suriname onder 17. Heb je er rekening mee gehouden dat je eigenlijk eerder dit jaar ook zou mogen aansluiten bij de U20, de CONCACAF kampioenschappen? Had je dat een beetje verwacht? Ja, ik verwacht het maar 50%, omdat ik ja, zeg maar een oud bekende van de Nacho ben, in de jeugd. Ik heb ook daar al gespeeld. En ja, natuurlijk zou het fijn zijn als ze mijn uitnodiging sturen of iets, zou ik heel blij zijn dat ik weer van mijn land mag uitkomen. En ja, gewoon mezelf gaan bewijzen, lekker voor Suriname voetballen en het land verdedigen. Ah, mooi om te horen, man. En eigenlijk zou je ook volgend jaar mee kunnen naar de CONCACAF onder 17. Want ja, dan ben jij nog ja, 17 jaar zelf. Want je bent van februari, als ik het goed heb. Februari 18. Februari word je 18, hè? Dus je zou in principe zou je nog mee kunnen naar de onder 17 van volgend jaar. Hoe groot is de kans dat we je daar zullen zien? Ja, ik heb nog met niemand van Nacho contact gehad, dus ik denk de kans is wel vrij klein, maar als het komt, dan pak ik het sowieso met beide handen en dan spring ik in het vliegtuig. Dan kom je gewoon lekker mijn ding doen. Motivatie, man. Goed om te horen, man. Goed om te horen. We hopen dat de contact snel zal komen dan. Maar eigenlijk, ik ga iets persoonlijker worden. Wanneer eigenlijk je naar je eigen kwaliteiten kijkt, in welke competitie sluit er die het beste aan? Want je hebt dan een droom, dat is Manchester. Dus ik neem aan dat je de Premier League eigenlijk ook wel als iets ziet waar jij zelf goed tot je recht zal komen. Dus ja, gewoon om in de Premier League te spelen, omdat ja. Ik ben fysiek sterk, ik ben snel, ik ben technisch goed. En ja. Je hebt scorend vermogen. Ja, ik heb ook schillend vermogen. Ja, ik laat het bijna achterwege. Ja, ik kan ook heel veel scoren. Vorig seizoen had ik in 25 wedstrijden 15 goals. Dus. Ja, dat is een heel mooi gemiddelde. En je bent namelijk een aanvaller, maar wat is jouw exacte positie? Kan je overal in de aanval uit de voeten of heb je een voorkeur? Mijn voorkeur is om op 9 te spelen. Want ik ben zo'n type speler die ja, kaats, diepte lopen, actie en prikken. Dus dat is gewoon mijn ding. Maar ik kan natuurlijk ook op 7 en 11 spelen. Want ik heb heel veel snelheid en kan actie maken, iemand belonen met een assist. En ja. Dat klinkt heel compleet, dus interessant, interessant. Ik heb wel een stelling waar ik naartoe wil gaan. Stel nou, je kunt dus debuteren voor Nacho, het grote Nacho dan, want je hebt al bij de jeugdelftallen ben je al aanwezig geweest. Maar stel je kunt kiezen tussen Nacho en eigenlijk je bent woonzaam in België. Stel je kunt kiezen tussen Nacho en de Rode Duivels. Welke keuze zou jij gemaakt hebben? Is net wat ik daarnet heb gezegd. Als ik de kans krijg om mijn land te verdedigen, doe ik het sowieso. Ik pak het met beide handen en ik doe gewoon mijn ding. Dus. Dus bij deze kunnen we zeggen dat Suriname jouw land is. Ja, Suriname is mijn land. Het ligt gewoon diep in mijn hart. En ik heb natuurlijk daar gevoetbald. En het is gewoon een heel mooi land om te voetballen. Heel leuke sfeer. Dus ik kies gewoon Suriname. Kijk, duidelijk. Mooi, gezellig. Goed om te horen, man. In het verleden, om verder te gaan. In het verleden hebben vele talentvolle Surinaamse spelers, die hebben ondanks concrete interesse die erin was,
Hebben ze om uiteenlopende redenen hebben ze de overstap naar de Europese competitie vaak niet gemaakt. Er waren redenen zoals het klimaat wat anders was of vanwege heimwee. En hoe heb jij het eigenlijk ervaren? Want jij bent natuurlijk ook van een warm klimaat naar een stuk ander, heel ander klimaat geweest. Je kan niet zo snel je broodje bacalhau hier krijgen, noem maar op. Weet je? Dus hoe heb je het ervaren? Het was gewoon een hele leuke ervaring. Ik kon het gewoon, ja, het was gewoon niks voor mij. Ik kwam gewoon en ik deed gewoon mijn ding. Dus het was niet echt een probleem voor mij. Het was geen last op je schouders. Nee, er is geen last op mijn schouders. Oké, en welk advies zou jij dan kunnen meegeven aan zij die nu nog twijfelen om zo'n oversteek te maken? Want we hebben het er al eerder over gehad in een ander gesprek, dat er veel talent loopt in Suriname. En er zijn genoeg redenen waarom zij de oversteek niet kunnen of niet willen maken. Heb jij een advies om af te sluiten? Heb jij een advies voor hen? Aan alle Surinaamse voetballers wil jullie adviseren, als jullie een droom hebben om profvoetballer te worden, blijf gewoon je ding doen, werk hard en doe wat je wa waarin je zin hebt en blijf voor altijd jezelf. Blijf nederig, dan komt alles goed. En vooral, heb plezier in wat je doet. Kijk, ik vind het een heel mooi sterk advies en helemaal voor een 17-jarige. Nou, geweldig man, Jair. Ik ben heel blij dat ik je heb mogen interviewen. We gaan het hierbij even. We moeten helaas afsluiten. Dus nogmaals, Jair, dank voor je aanwezigheid. En ik ben heel nieuwsgierig naar de rest van je carrièreverloop. En ik weet zeker dat veel meer mensen dat zullen zijn. Om af te sluiten, voor de mensen die nog geen abonnee zijn van ons kanaal. @NachoVlogs op YouTube. Vergeet dus niet te volgen voor meer interviews en andere gesprekken met interessante personen uit de voetballerij. Dus nogmaals, @NachoVlogs op YouTube. En vergeet ook niet onze blogs, de updates van de blogs op nachoVlogs.com in de gaten te houden. Ik wil u ook bedanken dat u mij dit heeft gegund en hopelijk tot snel. Dankjewel, dear.